Er zijn gigantisch veel skis op de markt verkrijgbaar, maar voor de meeste wintersporters gelden er eigenlijk maar twee categorieën. Pisteskis en on-mountain skis. En ik ga jullie uitleggen wat de verschillen tussen die twee categorieën zijn. Het belangrijkste verschil tussen een pisteski en een on-mountain ski is eigenlijk de breedte. Een on-mountain ski, het woord zegt het eigenlijk al, kan je over alle delen van de berg gebruiken. Dus niet alleen op de piste, maar ook zeker daarnaast. Door de breedte heeft een ski net wat meer drijfvermogen dan een pisteski en kan je er ook makkelijker mee buiten de piste. Maar een on-mountain ski moet ook op de piste goed presteren. Het is absoluut geen dikke freeride lat en dat maakt hem geschikt voor alle omstandigheden. Een pisteski daarentegen is wat smaller onder de voet. Dat betekent dat hij op de piste optimaal presteert. De kantenwissel is wat sneller. Je kan hier echt mooie, gecarfde, korte, lange bochten mee maken. Maar buiten de piste mist hij nog net dat kleine beetje drijfvermogen. En eigenlijk kies je voor een pisteski als je 90% van je tijd op de piste skiet. En dan maakt het eigenlijk niet uit of je een gevorderde skier bent of een beginnende skier. Want ook daar heb je natuurlijk weer verschillende gradaties in pisteskis. Ook dit jaar is er weer een groot aantal pisteskis en on-mountain skis getest. En ik weet zeker dat jouw ideale ski er ook bij zit. Probeer voor jezelf echt te bepalen op welk deel van je berg je de skis gebruikt. Wil je lekker op de piste cruisen, af en toe ook buiten de piste, of ben jij die freerider die alleen maar buiten de piste skiet? On-mountain skis en pisteskis kan je hier vinden op wintersporters.nl. En voor de freeride skis verwijs ik je graag door naar Wiep Powder.